Un breti fusi, ja. Oké. Mi breed fusi, ja, ze doen. Oh, je verstaat het wel? Ik verstaat, ik ben Surinamer. Maar wat zei ik nou eigenlijk? Dat je blij bent om me te zien. Hoe zit dat nou met de taal in dit land? Ik zal u maar een beetje de geschiedenis vertellen. De oorspronkelijke bewoners, dus de inheemse van dit land, hebben dus hun eigen taal. Je hebt het Caraïbs en het Arawaks. We kregen dus op een gegeven moment de Europese kolonisten, Engelsen, Nederlanders hebben we gehad in Suriname. Waar het dus om gaat is dat die mensen natuurlijk ook met hun taal zijn gekomen. Op een gegeven moment kregen we dus de slaafgemaakte uit Afrika. En die kwamen dus uit verschillende streken van Afrika. Ze kwamen in een land, een vreemd land, waarvan ze de talen van elkaar en ook van de nieuwe meesters niet kenden. Dus op een gegeven moment is zich dan een taal gaan ontwikkelen. Een taal waar ze zich verstaanbaar konden maken voor elkaar. En zo kreeg je dus een menging van de Europese talen met elementen van die Afrikaanse talen. En zo ontstond dus wat wij vandaag aan de dag Sranang noemen. Sranang. Sranang. Andere mensen noemen hem Sranatongo. Andere mensen noemen hem Takitaki. Je kreeg op een gegeven moment dan de periode van de emigratie. We kregen dus de eerste groep waren onder andere Chinezen die kwamen in 1853. Je kreeg op een gegeven moment dan de eerste groep Hindustanen die kwamen uit Brits-Indië. Ja. Die kwamen ook natuurlijk met hun taal. We kregen op een gegeven moment ook Javanen uit Indonesië. En die kwamen allemaal met hun taal. Je kreeg dus dat zij dan de taal zijn gaan overnemen die intussen al bestond, die Sranantongo. Met als gevolg dat eigenlijk je kan zeggen dat als je het meevraagt, en dit is echt een mening, is geen feit, hè, dat het Sranantongo de mensen eigenlijk meer bindt dan het Nederlands. Kijk, Nederlands is de voertaal, maar onder het volk onderling is Sranantongo echt de taal die de mensen bindt. Maar ik weet dat u terug moet naar de klas, maar dat zou willen zeggen, als u nu iets in het Sranantongo zou zeggen, dat ik in ieder geval een paar woorden zou moeten kunnen verstaan. Oké, mi ego na scoro. Mi ego na scoro. Ik ga naar school. Ah, kijk, yes. Dankjewel. Ik laat jou terug gaan naar je klas. Dankjewel, hè.